Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Beginnen met beleggen, dat is spannend. En ik probeer op het kanaal zoveel mogelijk informatie en kennis te delen, zodat dat allemaal wat duidelijker en makkelijker wordt. En ik krijg ook vaak de vraag, hoeveel moet je investeren? Hoeveel cash moet je aanhouden? Dat soort vragen. Daar deel ik mijn visie over, want heel veel beginners maken enorme fouten die gewoon voorkomen kunnen worden. Dus laten we maar al snel beginnen. Vandaag ga ik het hebben over beleggen en dan vooral kijkend naar de beginfase. Dan heb ik het over de eerste 12 à 24 maanden als je begint met beleggen. Want dat is een periode die gewoon hartstikke belangrijk is. Want je bent namelijk bezig met het bouwen van een fundering om op de lange termijn veel vermogen op te bouwen. Mocht je trouwens op zoek zijn naar een broker, ik beleg bij de Giro en bij Bux en voor beiden loopt er een actie via mijn link. Voor 31 december registreren bij de Giro via mijn link en je krijgt gemaakte transactiekosten tot 31 januari terug met een max van 50 euro. Bij Bux krijg je bij registratie via mijn link een gratis aandeel wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Voor beide zal ik een linkje in de beschrijving achterlaten en als je besluit te registreren via de linkjes maak je dus gebruik van de actie en steun je ook nog eens het kanaal en dat zou ik altijd waarderen. Het is een lastige beslissing, want hoeveel geld moet je nou opzij zetten voordat je begint met beleggen? En heel vaak wordt deze stap gewoon overgeslagen. Kijk, ben je 18 jaar en je woont thuis, dan heb je dus een vangnet. En waarschijnlijk heb je ook weinig vaste lasten. Dan is er dus minder te verliezen dan bijvoorbeeld iemand die 36 jaar is met een hypotheek en ook nog eens twee opgroeiende kinderen. Of een 28-jarige die net een huis heeft gekocht. Maar alsnog is het voor iedereen belangrijk om wat achter de hand te hebben. Ten eerste om te voorkomen dat je je portfolio deels moet verkopen om kosten te betalen die je eigenlijk niet zag aankomen. Of dat je posities moet verkopen omdat je toevallig in één keer werkloos bent geworden. En ten tweede, rust, dat is natuurlijk ook heel erg veel waard. Het idee dat je een potje hebt opgebouwd om je wat ruimte te geven, dat is gewoon erg belangrijk. Want goed kunnen slapen zonder wakker te liggen door financiële zorgen is ook heel veel waard. En ik kan je al verklappen, stel je voor, jij hebt een aandelenportfolio, maar daarnaast heb je totaal geen geld beschikbaar, dan is het natuurlijk echt spannend om te zien wat de volgende maand weer gaat gebeuren. Dat kan ook voor heel veel stress zorgen, heel veel emotie en dan kan je al hele vreemde beslissingen nemen op de aandelenbeurs. En waarschijnlijk ben je wel bekend met de term paycheck to paycheck, dat komt namelijk overgewaaid vanuit Amerika. Elke maand moet je werken om dezelfde maand de vaste lasten te kunnen betalen. Dus één maand geen inkomsten en plots heb je een financieel probleem. En dat gebeurt ook in Nederland. Een grote groep zal financieel echt in de problemen komen als er plots geen inkomen meer is. Al binnen een maand dus. Maar als je begint met beleggen, kan ik wel zeggen, nou weet je wat, zorg voor 6 maanden vaste lasten op een aparte rekening. Dat klinkt makkelijk, maar ja, dat kan al snel 15.000 euro zijn bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk een flink bedrag om zomaar eventjes bij elkaar te sparen. Daar gaat heel wat tijd overheen. En dat zorgt ervoor dat heel veel Nederlanders niet eens beginnen aan beleggen. Want die kijken van oké, als ik zoveel apart zet, dan kan ik over zoveel maanden pas beginnen met beleggen. Weet je wat, laat maar, ik koop die nieuwe schoenen wel. Maar er is ook een tussenoplossing. Zorg ervoor dat je sowieso 1 maand aan vaste last hebt staan op een rekening waar je gewoon niet aan zal komen. Dat is dan ook echt het absolute minimum voordat je gaat beginnen met beleggen. Dus dat je niet bij een onverwachte autoreparatie of medische kosten direct aandelen moet verkopen. En als je 1 maand aan vaste lasten hebt, kan je daarna beginnen met beleggen. Maar het is dan wel taak om zowel je aandelenportfolio als je cashpositie op te bouwen. Dus stel je voor jij gaat 300 euro per maand beleggen, dan zal je er bijvoorbeeld kunnen kiezen, weet je wat, 150 euro gebruik ik voor mijn aandelenportfolio en 150 euro om mijn noodpotje te vergroten naar bijvoorbeeld 3 maanden vaste lasten, 6 maanden vaste lasten of misschien wel een jaar. Je kan natuurlijk ook besluiten om 200 euro in het noodpotje te doen en 100 euro in je aandelenportfolio. Die beslissing moet je natuurlijk echt zelf nemen, want ik ben natuurlijk geen financieel adviseur. En je moet ook altijd zelf bepalen hoeveel maanden aan vaste lasten je op een aparte rekening wilt hebben. 3 tot 6 maanden, dat hoor je heel erg vaak voorbij komen. En op dit moment heb ik zelf 1 jaar aan vaste lasten opzij gezet op een aparte rekening. Maar ik heb ook daarnaast heel veel fysieke investeringen waar ik snel geld van kan krijgen in nood. Collectibles bijvoorbeeld, dat is vrij waardevast en groeit met inflatie mee. En vaak door kennis te hebben in dit soort markten kan je behoorlijk wat rendement pakken. En daarbij zorgt het ook nog eens voor spreiding in mijn totaalportfolio met het pluspunt dat ik in hele korte tijd bijna alles kan verkopen.
Kijk, met aandelen kan dat natuurlijk ook zo zijn, maar als je kijkt naar aandelen, de ene week kan het 5% hoger staan of 5% lager. Dat kan dus best wel vlot gaan. En als je kijkt naar collectibles, dan zie je eigenlijk over een langere periode dat prijzen stabiel zijn. Dus je kan bijvoorbeeld in nood denken, weet je wat, ik ga alles hoog verkopen en ik kan het over 3 maanden voor zowat dezelfde prijs weer terugkopen. Met aandelen, ja, is dat maar de vraag. Maar ik ben natuurlijk al lang bezig met investeren, want over een paar maanden is het zover, dan ben ik 10 jaar geleden begonnen. En als beginner denk ik niet dat dit nodig is, want dat komt later wel. Maar ik wou toch eventjes delen hoe ik het zelf aanpak. Kijk, toen ik begon met beleggen, had ik volgens mij een paar duizend euro op een rekening staan waar ik niks mee deed. Niet veel later had ik 3 maanden al vaste lasten op een rekening staan en ik begon dus met beleggen. Weet wel dat ik voor niemand verantwoordelijk was. Kijk, heb jij bijvoorbeeld kinderen, ja, dan zal ik sowieso 6 maanden aan vaste lasten opzij zetten. Want de impact kan vele malen groter zijn door financiële tegenvallers. En je bent dan niet de enige waar je rekening mee moet houden. En vaak is je baan ook heel erg belangrijk als je kijkt hoeveel maanden aan vaste lasten je opzij wilt zetten. Werk jij in het toerisme, ja, dan kan het zomaar zijn dat er een paar maanden van het jaar betekent dat je amper werkt hebt. Dus dan moet je nog meer opzij zetten. Werk jij al 8 jaar voor dezelfde baas met een vast contract voor 38 uur per week en het gaat goed met het bedrijf, je hebt het naar je zin en ze zijn blij met je, ja, dan is de kans natuurlijk klein dat je zonder werk komt te zitten. En ik weet dat deze video door duizenden mensen bekeken zal worden en iedereen zijn situatie is dus echt anders. Maar ik probeer in het algemeen zoveel mogelijk informatie te delen zodat iedereen er wat aan heeft. Dus stel ik zou nu beginnen, dan probeer ik zo snel mogelijk een maand aan vaste last opzij te zetten om te kunnen beginnen. Dat geld gewoon eigenlijk vergeten en op een rekening laten staan en dus dan beginnen met beleggen en direct bouwen aan een potje met 3 maanden aan vaste lasten. Als ik dat voor elkaar heb gekregen, dan komt natuurlijk het volgende belangrijke punt. Wat nu? Al het geld wat overblijft elke maand in de aandelenmarkt stoppen? Nou, ik probeer altijd een potje op te bouwen zodat ik ook kan profiteren van daling in de toekomst. Alleen je moet ook niet gaan overdrijven. Dus niet 50% achterhouden voor een mogelijke daling. Want dat zal je namelijk op de lange termijn alleen maar rendement kosten. Je kan natuurlijk altijd besluiten om te denken, weet je wat, ik wil sowieso wat geld opzij zetten, mocht er inderdaad een daling zijn, dat je denkt, weet je wat, ik zet gewoon 10% opzij van het bedrag wat ik elke maand beleg. En cash aan de zijlijn hebben, dat zorgt natuurlijk altijd voor wat ruimte om te profiteren van dalingen. En dit is vooral een belangrijk punt voor beleggers die zich vooral richten op losse aandelen en geen ETF's kopen. Kijk, ben jij een ETF-belegger, dus heel gespreid voor de lange periode, ja, dan is geld opzij zetten voor een daling niet per se nodig. Want je zal dan over de lange termijn gewoon de gemiddelde prijs pakken met een ETF. En dan haal je normaal gespreide ETF's zoals bijvoorbeeld een S&P 500 ETF of de Vanguard All World ETF. Dat zal niet zo snel zakken met 10 of 20% in een weekje tijd. Een los aandeel, dat natuurlijk wel. Dus als de fundering staat, dus minimaal 3 maanden aan vaste lasten, kan je zoveel mogelijk geld beleggen als je wilt. Maar weet wel, alleen beleggen met geld wat je kan missen. Maar houd ook altijd rekening met nu. Alleen maar geld beleggen zodat het over 20, 30 of 40 jaar een stukje beter gaat, ja, dat is natuurlijk niet slim. Het is ook belangrijk om altijd wat geld opzij te zetten om bijvoorbeeld op vakantie te kunnen gaan. Dat is ook hartstikke belangrijk. En iedereen zit anders in elkaar. Voor iemand kan 3 maanden aan vaste lasten al voldoende zijn. Terwijl iemand anders weer nerveus begint te worden als er niet minimaal 1 jaar aan vaste lasten op een rekening staat. En dan kom je snel genoeg achter. Als jij op een gegeven moment 3 maanden vaste lasten hebt en je begint toch een beetje te twijfelen, ga gewoon kijken hoe je je voelt als je 4, 5 of 6 maanden vaste lasten opzij hebt gezet. Misschien zorgt het voor heel veel rust. En zoals ik al eerder heb aangegeven, dat is natuurlijk ook heel veel waard. En je moet je aandelenportfolio ook eigenlijk zien als een wapen om op de lange termijn vermogen op te bouwen. Dus je zoekt echt de aanval met het geld wat je elke maand spaart. Alleen blind aanvallen, dat is natuurlijk gevaarlijk, dus je zorgt altijd voor een defensie. En een aparte rekening zodat je vaste lasten kan opvangen als het even tegenzicht, zorgt ervoor dat je aandelenportfolio kan blijven groeien ondanks financiële tegenvallers. Want je aandelenportfolio bij elke tegenslag aanraken, dat is gewoon gevaarlijk. Want je kan het eigenlijk zien als een stuk zeep. Elke keer als je het aanraakt, zal het slinken. En het grote gevaar wat ik heel vaak zie uitspelen, dat is het volgende. Iemand begint vol goede moed met beleggen, bijvoorbeeld 250 euro per maand, en na 5 maanden is er een winst van 100 euro en dat gaat gewoon prima. Maar plots is er een nieuwe auto nodig. En is geen noodpotje en slechts 400 euro op je eigen rekening. Je besluit om alles te verkopen, want een auto is nodig, want anders kan je niet eens naar je werk. Dus dat is echt financieel een tegenslag. En vaak zorgt dat ervoor dat mensen denken, weet je wat, ik ga niet eens opnieuw beginnen.
Dat is natuurlijk een gigantische blunder op het gebied van persoonlijke financiën. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die denken, oké, het is inderdaad een tegenvaller, ik heb een half jaar zo'n beetje voor niks belegd, laat ik opnieuw beginnen met die 250 euro per maand. Maar als er dan bijvoorbeeld na 3 maanden of na 6 maanden nog geen rendement behaald is, of zelfs een flink verlies, dan zie je al heel snel dat die beleggers denken, weet je wat, laat ook maar. Want dan blijven volhouden, dat is gewoon echt pittig. Dus begin niet zomaar met beleggen. Weet precies waar je mee bezig bent en neem zoveel mogelijk maatregelen om jezelf de beste kans te geven om financieel succesvol te worden in het beleggen. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van deze video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.